tot 16 oktober kun je de tentoonstelling Juwelen bekijken in de Hermitage. Dit is een hele boeiende tentoonstelling. Want Juwelen is een tentoonstelling met ook een heel erg lekker en fijn verhaal. En het wordt verteld door de meest exquise, de meest bijzondere accessoires die allemaal echt gedragen zijn. Of door de Romanov of door de Russische High Society. En die leden vertellen eigenlijk helemaal samen eigenlijk met de hele rijk gedecoreerde ook japonnen zijn er, schilderijen zijn er, toegepaste kunst is er. En ze vertellen allemaal heel persoonlijke verhalen. De grote liefhebber van kostbare sieraden, vorst Alexander Kurakin, was tijdens een brand in Parijs bijna gestorven door al de overvloed aan goudstiksel op zijn uniform. Het vele goudlaag was zo gloeiend heet geworden dat zijn herders hem niet konden aanraken. Talloze anekdotes zijn er en die vertellen wij ook in de tentoonstelling. Juwelen die we zien dragen, of dat nu in werkelijkheid is of op een schilderij, spreken een heel andere taal dan wanneer we ze in een vitrine zien liggen. En bovendien zijn juwelen onlosmakelijk verbonden door alle eeuwen heen met kleding. En dat is het belangrijke van deze tentoonstelling. Hier komen al die elementen bij elkaar. Veel van de juwelen en kleding zijn ook gedragen door de tsaren en hun familieleden. Zo ook Maria Fjodorovna, vrouw van Alexander III, moeder van de laatste tsaar Nicolaas II en zuster van de Engelse koningin Alexandra en een enorm juwelenliefhebster. De schilder Ivan Grabskoy, die dit portret schilderde, zei later: het effect van de juwelen van de vorstin is niet in woorden uit te drukken. En iemand die een avondaudiëntie meemaakte op het Winterpaleis, die zei: het moment dat ik de ruimte binnenkwam waar zij stond, door duizenden kaarsen verlicht, verblindde ogenblikkelijk mijn ogen door de schittering van haar juwelen. Nederland heeft een bijzondere band met Rusland, omdat Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland, met onze koning Willem II trouwde. En misschien heeft het wel aan koningin Anna Paulowna gelegen dat de Franse schilder Horace Vernet naar Rusland is gegaan. Hij woonde in Nederland van 1841 tot 1846, Franse schilder. En hij is leermeester geweest van Jozef Israëls onder andere. En in 1843 vroeg de tsaar hem te komen naar Sint-Petersburg om een portret te maken van hem en de adel. En hij heeft ook een hoffeest meegemaakt. En daar heeft hij een brief over geschreven een dag later aan een vriend. En dan schrijft hij: het bal gisteravond was magnifiek. Nooit in mijn leven heb ik zoveel mensen gelijktijdig zoveel juwelen zien dragen. Vrouwen en mannen. En tijdens het bal, en alleen maar door de drukte en het gedrang, raakten sommige parelcroupiers gebroken. En vielen andere juwelen stuk op de grond. Waar ik ook liep, ik trapte op diamanten, robijnen en parels. Je moet het met eigen ogen gezien hebben om het te kunnen geloven. Ik hoop, nee, ik ben ervan overtuigd, dat over de juwelententoonstelling in de Hermitage Amsterdam, in heel Nederland en daarbuiten, vanaf vandaag wordt gesproken. Een juwelententoonstelling zonder weerga voor het eerst op deze schaal, met deze schittering in Nederland te zien.